Goedemorgen, het is 11 uur. Wij zijn wakker in het beautiful conservatorium hotel. We hebben flink gefeest. Ik geloof dat we om een uur of 7 zijn gaan slapen. Het is weinig slapen. En vandaag naar 3FM, Glazenhuis. En daarvoor opnames bij Lubach. Ook super zin in. Moet om 12:30 moeten we gaan lopen van de 4. Dus ja, is te doen. En Jimmy Boy die slaapt in een andere kamer. Het is een zootje bij me en hier ook. Het was een leuk feestje vanochtend. We staan in de lobby. We zijn te laat voor ontbijt, want het is 12 uur. We gaan even buiten de deur ontbijten en dan gaan we lopen. We moeten ongeveer 12:45 in de studio zijn hier in de buurt. I Amsterdam. En we zijn naar eten aan het lopen. Ja, dat is goed. Koffie. Help. Wil je hebben zo'n? Ja. Kan ik het met bacon alsjeblieft? Ik weet dat je spijt hebt. Goed. Ze hebben pannenkoeken. En een broodje. We zijn weer aan het lopen. Dit is wat ik aan heb trouwens. Mijn pleatherbroek. Deze schoentjes. En deze trui. Christmassy. Even een betere knot maken zo. Poffie wil graag laten zien wat hij aan heeft. Ja, die is super leuk. Die hebben ze al een keer gezien. Chillin. Onze trui koopt van Boohoo trouwens. Ja. En deze schoenen. Ik heb super veel opmerkingen over. Van de Jordans. Jordans. Futures. Die heeft hij in San Francisco gekocht. Ja. We zijn naar Theater Bellevue. Geen aandacht meer geven die mannen, gewoon nog langs kijken, gewoon lekker genieten van de show. Dan komt het vanzelf helemaal goed. En wat ik even huishoudelijke mededeling wil vragen, zet allemaal even je mobieltje uit alsjeblieft. Zet hem gewoon even helemaal uit. Dadelijk na de show, dan mag je dieren... Oké, het was super fun. We hebben net de opnames gehad. Kijk, die is hier achter. Het was leuk. Ja, het was heel leuk. We hebben zo hard gelachen. Het ging allemaal heel snel. Allemaal echt aan de spat. Allemaal one-liners en zo. Ja, het was zo cool. Hallo. Hoi. Maak eens een rondje. Je hebt een hele leuke outfit aan. Ja. Cool. Hallo. Hoi. Camera. Hoe is het? Ik hou niet van camera's. Nee. Ik ga net het tv-programma op. Sla dat op. Wil jij een stukje vloggen? Oh, wacht. Hallo, welkom op de vlog van Arjen. Dit is mijn eerste vlog ever, dankzij Masha. Ja. Yes, ik ga ermee beginnen. Wat? Zet het even aangestoken. Dag, lieve kijkers van Masha's vlog. Dag. Oké, we gaan zo naar het glazen huis. Ja. En ik moet een boek meenemen, of als ik wil een boek meenemen om te veilen met mijn handtekening. Die ben ik vergeten. Dus we gaan even heel snel naar een winkel waar ik mijn eigen boek ga kopen. En als dat echt niet anders kan, dan stuur ik hem zelf wel na naar degene die hem gewonnen heeft. Van het gewoon dan. Ja. Ja, dat komt goed. Maar dat is wel een beetje stom dat ik hem vergeten ben. Oké, we zijn in een boekenwinkel. En we zoeken hem overal en ineens zien we gewoon... Een meisje met haar moeder lopen met dat boek in de hand. En zij hebben de allerlaatste, maar hij is een klein beetje soort van ingedeukt. Dus zij wilde, klein foutje. Ja, klein foutje. Zij wilde hem per se recht hebben. Dus de allerlaatste. Dus nu mochten wij hem hebben. Super lief. Ja. Dus die nemen we gewoon mee. Het is al prima, toch? Zo. Nee, niet erg. Nee. Maar goed, super leuk. Heel toevallig ook. Ja. En er net toen vroegen we naar. Ja, hebben jullie Happy Life? En toen zei hij, van Marcia. Zo, ja, van mij. Oh, super grappig. Wij eten even heel snel pizza punt. Voordat we doorgaan naar Glazenhuis 3FM. Ja. Even eten. Toch even wat naar binnen werken. Ja. We zijn met al onze spullen aan het lopen naar de bus. Ja. En dan gaan we naar de auto, naar de Park & Ride. En dan gaan we naar Haarlem. Oké, let op. We zijn bij Park & Ride. Je moet eerst nog scannen. Ja, weet ik. Kijk, dit is altijd leuk. Het zou dus normaal 50 zijn. Scan. Ja. Oh, 1. Joepie. We zijn onderweg naar het glazen huis. Staat ook aan. Klinkt lekker druk. En ben benieuwd hoe druk het gaat worden. We zijn er bijna. We gaan de auto parkeren. We zijn aan het lopen door een steen. Nou, we zijn binnen aan het wachten. Ja, het proefje. Hallo, daar heb je Daan weer. Hey, Mert, daar heb je Mert.
Ja. Maar het reageert niet. Oh, sorry. Het is een soort wachtruimte voor mensen die erin gaan. Dankjewel. Dat is een goede te doen. Nee, ik ga het. Ja? Ja. Hoi, ik ben Masha Feuktistova en ik steun 3FM Serious Request 101130. Bedankt. Ja, ja, dat goed. Okay. Yes. En dan nog iets over je. Oké. Ik ben Masha Feuktistova en ik doneer voor de veiling mijn boek Happy Life, gesigneerd in het Glazen Huis. Dus ik zou zeggen, bieden maar. Leuk. Ik ben hier ook met Duikje Giel, Stefan, Thomas. Ja, jij bent... Hallo. Tja. Hi. Namens de Masha. Tessica. Dit is wat ik heb opgehaald. Ik heb het op mijn hand geschreven, dat ik het niet vergeet. En we gaan straks Glazenhuis in. De check, nog niks erop, maar we gaan zo alles op... Het totaalbedrag op. Ja, van ons allemaal. Echt benieuwd, hoeveel is het ongeveer? Weet je dat? Geen idee. Hey, Foep. We gaan even vloggen. Ja. Er zijn hier mensen die onze vlogs volgen. Ik kom even horen. Hallo! Hey. Hi! Hi. We zitten in mijn vlog. Hi, Masha. Hey. Hallo! Hoi. Masha. Hoi, Mina. Dat is wel leuk, man. Gaan we! We gaan lopen naar Glazen. Tessica is er al. Heb je er zin in? Ja, maar ik ben best wel zenuwachtig. Ja, ik ook. Ik ben niet heel zenuwachtig. Maar ik heb wel heel veel zin in. Ja, do it! Alles vloggen. Oh, het is spannend. Zullen we dit al laten zien aan de kijkers? Ja, 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 ja. Dit is wat we hebben opgehaald. Even hier wachten aan de Tessica. Ja. Ja, maar dit is ook echt alle kijkers, hè? Dit is van al onze. Ja, super cool. Oh, nee, dat geeft niet uit. Tess, ben je er zin in? Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, maar het gaat helemaal goed komen. Oh, waar zo zijn spannend. Jullie veiling items? In mijn hand. Oh, wij veilen onszelf. Ik ga altijd heel veel praten als ik zenuwachtig ben. Hey, succes zo meteen, hè? Ja, dat zijn we. We staan nu voor de deur. Dit is de ingang van het Glazen Huis. Ja, ik kom. Ik ben helemaal niet nerveus. Maar dat is goed. Dan weet je dat het de big thing is. Ja, dat is wel belangrijk. Vond ik ook het hoekje kijken. Zometeen zul je nog meer op 3FM gaan horen van ons BNWN als de boel eenmaal... Wij vloggen allebei. Dames gaan voor, dames gaan voor. Ah! Ga jij eerst? Jij bent al bekend met ze. Ja, ik vind dit heel eng. Oh my god, ik vind dit heel eng. Oh. Woe! Er kijken maar een paar miljoen mensen. Oh. Minstens de helft van het plein precies weten wie jullie zijn. Ik begin met bij de drie heren voor mij. Stel je even netjes voor. Ik ben Stefan. Ik ben Thomas. En ik ben Geert. Oh, wij zijn van Stuk TV. Ja, en wat jullie doen is filmpjes maken. Jullie nemen uitdagingen aan voor jullie kijkers. Ja, klopt. Dus ik zeg, ga in een brandweerpak en in een vuilniswagen rondjes rijden door de stad. Juist. Klopt. Dan gaan jullie dat doen. Ja. Ja. Naast jullie staat Masha. Hallo. Hallo. Beauty Gloss. Ja, klopt. Wat doe jij precies op dit moment? Ik maak video's over beauty en ik film mijn leven elke dag. Dat ben ik nu ook aan het doen. En ja, ik ben YouTuber, blogger. Ja, je filmt nu zelfs over beauty. Ja, ik film jou nu. Goed hè? Ja, ik ben aan het vloggen. Ja, ik snap dat. En naast jou Geert staat natuurlijk Tessica. Ja, ik ben ook aan het vloggen. Ik maak ook video's op YouTube.
eigenlijk over alles maar leuk. Ja, ik heb al jouw plaat. Al mijn plaat. Ja, je hebt er één, hè? Ja. Ik heb het gedaan, Dominique. Dat is wel echt top, want jij hebt hun toch ingeschakeld. Wat bereikt deze mensen allemaal bij elkaar hebben op internet? Wij niet normaal. Wij hebben op een gegeven moment vanuit 3FM hebben wij een aantal YouTubers benaderd. Dat zijn deze vijf vrienden inmiddels. En zij hebben zich ingezet voor de 3FM Series Request. Ik ga even naar die jongens van Stuk TV. Want hoe is dat gegaan de afgelopen weken? Want jullie waren een week of twee, drie geleden bij Dit is de Room te gast. Ja, nou, we hebben inderdaad, nadat we bij jou zijn geweest, hebben we inderdaad een pagina gecreëerd op 3fm.nl. Ja. En we hebben onze kijkers hebben opgeroepen van in plaats van dat... Nou, weet ik Marcia, dat jullie ook iets aan het doen hebben voor de vijf vandaag. Ja, klopt. Klopt. Dat gaat het maar door met jullie. Ja, nou, ik zelf bied mijn boek aan, Happy Life, en dan persoonlijk gesigneerd in het glazen huis. Dus dat ga ik nu doen. Op beeld, dus dat hebben we op beeld, dan, ja, dus dan weet je zeker dat dat nu gebeurt. Ja. Dus dat ga ik doen. Tiske, wat heb jij meegenomen? Ik heb het jurkje wat ik aan heb in mijn allereerste videoclip Rewritten heb ik ingeluist. Wow. En ik heb er een songtekst erbij gedaan. En die kan iemand het wel mooi opstaan. Heel klein jurkje. Nou, nee, het is erin gevoeld. Als je de video's kijkt van Tiske, dan zul je naar Tiske even een kast voor je jurkje dat die moet uitbuiten. Echt? Ik vraag mijn af. Nou, ik heb op een gegeven moment zag je een how to get dressed for night out. Prima uit hoor. Maar ik heb je met al deze videoclip ingelijst. Ja, het is wel echt een beetje pijnlijk, want het is me erg dierbaar, maar ja. Ik vind het heel graag wel. Alles voor het Rode Kruis natuurlijk. Ja. En jullie jongens, wat hebben jullie aan te bieden voor de veiling? Wij gaan het zelf aanbieden. Ja. Een overnachting met Stuk TV. Nee. Ja. Nee toch? Ja. Oh, ja. Gekkenhuis. Ja, normaal voeren wij heel, we hebben heel veel contracten waarin we overnachten in het campagne. Toen dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om te kijken in jouw veiling. Nou, wij komen voor het zetten. Nou, super tof. Hier hebben we al 6 veilingen. Nou, ook nog, je ziet het. Ja. Ik tegenwoordig meteen naar checks toe. Oh. Er wordt een check. Wij hebben de afgelopen week samen met Tesco, Masha en Stuk TV en al onze kijkers hebben een bedrag opgehaald van 10.401. Wow. Wow. Yes. Yes. 10.456. Ja, ja. Wat een bedrag, jongens. Niet normaal. Ja, niet normaal. Niet normaal. Ja. Niet malle kijkers voor jullie. Alle volgers van jullie die hebben zich samengebundeld, alle krachten samengebracht. En dit bedrag opgehaald. Te gek, ontzettend. Ja, onwijs bedankt. Ja, graag gedaan. En ook al onze kijkers bedankt. Ja, iedereen die gedoneerd heeft, hartstikke bedankt. Wauw. Ja. En die veiling die gaat nu los, 3FM.nl, dus er komt sowieso nog veel meer geld bij. Ja, dat ook wel. Ja. Leuk, bedankt. Yes. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, echt ontzettend bedankt. En we willen zo dat zij al binnen zien vandaag. Wow, dit is bizar. Degene die dat bepaalt. Nou ja, staan hier 7000 mensen. Maar dan moet je wel even, ja, even die vraag vertellen. Yo, hoe vonden jullie dat het ging? We waren zo nerveus allemaal. Ja, het was gewoon heel eng. Het was heel intensief met al die mensen. Ja, man, het was verschrikkelijk. Ik zag hier op een gegeven moment dat we ook dansen en zo. Ja, ja, ja. We zitten weer in de auto. We gaan terug naar Den Haag. Ja. Was het fun? Ja, ja, was zeker fun. Ja, het was heel leuk en bijzonder om te doen. En we hebben lekker hoog bedrag opgehaald. Dat is heel fijn. Ja. Uitrusten in de auto en dan zal ik eens nog heel eventjes invoegen, editen en dan slapen. We zijn weer thuis, chill outfit aan. Wanty. Ja, half chill outfit voor in mijn geval. Ik ga video editen, het 8:30. Dat is je shirt van mij, trouwens. Nee, maar dit is ietsje warmer. Ja, nog. Dat is een stuk warmer. Ja.
Even editen. Hey, het is 10:45. We gaan slapen. Ik zie jullie morgen weer. Wel tussen.